Velsen werkt aan een omgevingsvisie. Dat is een breed toekomstbeeld en een belangrijk kader voor het inrichten van een leefomgeving in de gemeente. Erin staan ambities, plannen en doelen waar de gemeente naartoe wil werken. Deze omgevingsvisie vervangt en bundelt andere plannen zoals de structuurvisie, de woonvisie en het groenstructuurplan. De gemeenteraad moet in de komende maanden belangrijke keuzes maken. Daarom worden ze deze week weer bijgepraat. Voor nu zijn er vier grote uitdagingen uitgeschreven. Opgave 1 gaat over kwalitatieve groei. De gemeente stelt dat iedereen fijn in Velsen moet kunnen wonen. Hier gaat het over betaalbare en beschikbare woningen, maar ook over het anders indelen van wijken zodat mensen hier zo fijn mogelijk kunnen leven. Met de realisatie van Pontot Park in de muiden komen er zo'n 1000 tot 1500 woningen bij. De openbare ruimte moet daarom meegroeien en anders ingedeeld worden. Denk bijvoorbeeld aan het verschuiven van het winkelgebied op de Lange Nieuwstraat. of aan extra voorzieningen als scholen en een huisartsenpost. Daarnaast moet er voldoende ondersteuning zijn voor inwoners. En dat gebeurt onder andere via de huizen van de wijk. Er komt een grote vergrijzingsgolf aan. Daar moet op worden ingespeeld. Ten slotte is bereikbaarheid belangrijk voor een fijne leefomgeving. Denk aan een goede verbinding met het OV. De tweede opgave is een gezonde leefomgeving. De gemeente vindt het belangrijk om effecten voor de gezondheid te overwegen bij het inrichten van de omgeving. Zo moeten velscenaren worden beschermd tegen klimaatverandering, milieuhinder en overlast van infrastructuur. De gemeente focust op het aanpakken van de effecten omdat zij niet altijd direct invloed hebben op de bron. Zo ook bij Tata Steel. De gemeente wil dat iedereen dichtbij kan sporten, spelen en ontspannen. Een plan is bijvoorbeeld om een groen ringpark rondom Amuiden te maken als wandel- en speelpark. En recreatiegebied Spanenwouden kan beter worden benut. Een ander belangrijk punt hierbij is zorg. Zo moet er in de wijk ook passend aanbod zijn voor hulp. En daarom wordt er nogmaals ingezet op huizen voor de wijk, multifunctionele accommodaties en inloopplekken als sluis 751. Als derde wil Velsen klimaatadaptieve dorpskernen en een verbonden buitengebied... De verschillende dorpskernen moeten beter ingericht worden op klimaatveranderingen. Denk aan wateroverlast, hittestress en droogte. Het toevoegen van groen biedt een oplossing voor deze problemen, door bijvoorbeeld het bieden van verkoeling of het vasthouden van water. Andere oplossingen zijn het realiseren van gevel- of daktuinen, ondergrondse wateropvang of halverharding in de bodem. Maar ook buiten de dorpskernen vindt de gemeente natuur belangrijk. De buitengebieden moeten beschermd worden tegen bebouwing, beter benut worden, maar ook moet de natuur bevorderd worden. Tot slot de energietransitie als vliegwiel naar een duurzame circulaire economie. De gemeente heeft grote ambities voor verduurzaming. Zo moeten ze in 2050 volledig CO2-neutraal en circulair zijn, willen ze de koploper in energietransitie en de hoofdstad van offshore wind worden. De verduurzaming van Tata Steel is daar onlosmakelijk aan verbonden. De gemeente wil graag bouwen aan een sterk en innovatief staalcluster, maar dan wel met het terugdringen van de negatieve effecten. Maar naast Statastil moet ook het havengebied en de omliggende industrieterreinen verduurzaamd worden. Bij ontwikkeling van het haven- en industriegebied moet er dus een beter evenwicht komen tussen economie en de druk op de mens en omgeving. Daar werkt de gemeente onder andere aan via samenwerkingen. Techboard is hier een belangrijke speler in. Zij vormen het netwerk waar alles samenkomt. Onderwijs, ondernemers, overheid en inwoners werken er samen. Ook hier vindt de gemeente duurzaam en veilig vervoer belangrijk. Samen met andere overheden investeren ze in bereikbaarheid. Denk bijvoorbeeld aan het realiseren van een tweede pont, het toegankelijk maken van de sluizenroute en het bieden van alternatieven voor de auto. Deze vier punten vormen de basis waar de gemeente dus constant over na zal denken en zal gebruiken bij het werken aan toekomstplannen. De komende maanden buigen de gemeenteraadsleden over het definitief maken van de omgevingsvisie, zodat ze de kaders en hun ambities duidelijk hebben.